Willem stelde een vraag of ik een kleurencirkel naar hem op kon sturen. Hij had dat nodig voor zijn fotografie en ik heb dat gedaan. Maar ik dacht, laat ik ook een filmpje maken over hoe je dat eventueel zelf kunt maken. En dat is dit filmpje. Dus hoe maak je een kleurencirkel? De eerste stap is het maken van een nieuw document. En dat doe je hierboven via bestand en dan klik je op Nieuw. Stel dat je je kleurencirkel wil gaan afdrukken, wil ik een resolutie van 300 dpi, oftewel 300 pixels per inch, en we gaan een A4 maken. Althans, we gaan de cirkel geschikt maken zodat die op een A4 formaat afgedrukt kan worden. En een A4 is 29 centimeter breed en 21 centimeter hoog. We moeten een vierkant document maken wat dus 21 centimeter de kortste kant hoog is. Dus breedte en hoogte is 21 centimeter en ik druk op maken. Welke kleur het heeft, dat maakt niet zoveel uit. Want het eerste wat ik ga doen is eigenlijk gewoon een nieuwe laag aanmaken. Via hieronder het vierkantje met het plusje en ik heb een lege laag. En deze lege laag ga ik vullen met mijn kleurencirkel. Dat doe ik heel eenvoudig via het emmertje wat je hier vindt of snel G. En hou dan de muisknop ingedrukt en kies voor verloop. Standaard staat die bovenin op zwart tot wit. Maar als je op het pijltje daarnaast klikt zie je daar de regenboogkleuren staan. En die moet je selecteren en het enige wat je doet is vanaf de linkerkant naar de rechterkant gaan. En zorg dat je een rechte lijn krijgt want... Zet je hem bijvoorbeeld scheef, ik overdrijf even en laat je hem los. Dan loop je regenboog zo, dat gaat niet goed komen. Dus het is belangrijk dat hij recht loopt. Nou, vanaf links trek je een lijn en hou je de shift ingedrukt, krijg je een kaarsrechte lijn. En ik laat hem los aan de andere kant. Nu wordt dit mijn kleurencirkel, maar dit is natuurlijk een verloop van links naar rechts en wij willen een verloop in een cirkel. Heel eenvoudig, via filter. En dan heb je hieronder staan vervorm en daar kies je voor polcoördinaten. En de optie die je moet hebben is rechthoekig naar polair. Kies je de andere, komt het niet goed, dus rechthoekig naar polair en je drukt op oké. OK. In feite staan je kleuren nu al in de ronde. Moeten we alleen nog een selectiekader gaan maken? En dat selectiekader maak je via hierboven het selectiegereedschap. Hou de muisknop even ingedrukt en zorg dat je ovaal selectiekader hebt geselecteerd. En je trekt een cirkel vanuit de linkerbovenhoek naar de rechter onderhoek. Hou de shift ingedrukt voor een perfecte cirkel. En je laat hem gewoon eenvoudig los. Nu is alles in de cirkel geselecteerd. En ik wil eigenlijk de buitenkant selecteren. Dus ik ga mijn selectie omdraaien. En dat doe ik met Ctrl Shift en I. En je ziet de buitenrand is meegeselecteerd. Dat betekent dat ik eigenlijk de vier hoeken heb geselecteerd. Dit hoef ik dadelijk in mijn cirkel niet te zien. Dus ik ga een masker maken en dat ga ik vullen met zwart. Dus ik hou de Alt ingedrukt en ik klik hieronder op het vierkantje met het zwarte bolletje. En je ziet ik krijg een keurig uitgesneden cirkel. Ik ben er nog niet helemaal. Je zou hier in feite mee aan de slag kunnen gaan... Maar ik wil een kleurencirkel die eigenlijk gewoon een ronde rand vormt. En die rand, die mag, euh, nou, stel je voor, een paar centimeter breed zijn. Dat ga ik doen via mijn linealen. Je ziet ze hierboven en hier aan de linkerkant. Zie je ze nou niet? Ga hierboven naar weergave. En dan heb je daar linealen staan. Of met de sneltoets Ctrl R. En dan komen ze er ook bij. Mijn linealen staan op dit moment in pixels. En als ik er bovenop ga staan en ik klik met rechts, kun je kiezen voor centimeters. Stel dat ik een rand wil van 4 centimeter. Ga ik een hulplijn plaatsen vanuit de linker lineaal. Ik hou de muisknop ingedrukt en ik plaats hem zodat hij hierboven op 4 centimeter staat. En ik plaats er ook een vanuit de bovenste lineaal en die zet ik wederom op 4 centimeter. Nu hebben we een document wat 21 cm breed is en ook 21 hoog. Dus ik ga er ook eentje neerzetten op 17 cm in zowel de breedte als in de hoogte. Ben je nu niet helemaal overtuigd dat ze heel precies staan? Gebruik even je zoomgereedschap, zoom in en dan kun je ze net iets preciezer neerzetten. Ze staan er bij mij ook net niet helemaal op. Pak gewoon eenvoudig het verplaatsgereedschap. En als je dan boven je hulplijn komt staan, verspringt je cursor en kun je hem nog een klein beetje verplaatsen. Hou de H ingedrukt en Photoshop zoomt uit. En je krijgt een klein kadertje en dat kun je plaatsen op het andere kruispunt. En dan kun je ook daar de lijntjes gewoon exact op 17 centimeter zetten. Ctrl 0 om uit te zoomen naar venstergrootte. En dan gaan we dus binnen deze kruispunten een nieuwe cirkel maken. Dus wederom het selectiegereedschap pakken en vanuit de bovenhoek hier richting de onderhoek daar een selectie maken. Ik zit nog steeds in het laagmasker, dat zie je hieronder, omdat er hoekjes omheen staan. En deze selectie ga ik vullen met zwart. Dus zorg dat zwart en wit je voorgrondkleuren zijn, of je achtergrondkleur, dat maakt even niet uit. Desnoods druk even op de D om dat te resetten. En om het te vullen met de achtergrondkleur, zwart in mijn geval, druk je op Ctrl Backspace. En Ctrl D om de selectie op te heffen. Je hulplijnen kun je wissen. Via weergave. Dan heb je daaronder hulplijnen wissen staan. En in feite is je kleurencirkel af. In mijn geval heb ik rood boven zitten. Bevalt je dat niet? Selecteer gewoon het vlak met de kleuren. Druk op het verplaatsgereedschap. En ga hierboven bij een van de hoekjes staan. Klik een keer. Je komt in het transformatiegereedschap. En je kunt het gewoon draaien. Stel dat ik rood bijvoorbeeld onder wil. Dan kun je dat zo eenvoudig doen. Klik hierboven even op het vinkje om dat te bevestigen. En je kleurencirkel staat op dit moment anders. Wil je nou ook nog een andere achtergrondkleur hebben? Je kunt eenvoudig een nieuwe aanpassingslaag maken. Met hieronder het zwart-witte bolletje en een volle kleur. Stel dat ik bijvoorbeeld een lichte grijs pak en die sleep ik onder mijn kleurencirkel. En vervolgens is hij lichte grijs. Maak ik er tot slot nog even netjes een A4'tje van. Door het canvas uit te breiden. De sneltoets daarvoor is Ctrl Alt C. En de nieuwe grootte wordt dan 29,7 cm. Dat is exact een A4. En ik druk op OK. En het grijs van je aanpassingslaag wordt gewoon mee uitgetrokken. En zo eenvoudig is het dus om een kleurencirkel te maken. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei doei.